FC Emmen kent dit seizoen veel nieuwe spelers en een compleet nieuwe technische staf. In de rubriek Even voorstellen maakt u de komende weken nader kennis met al deze spelers en trainers. Vandaag in Even voorstellen. Gert Heerkes. 49 jaar nog. Ja. Ik ben echt serieus een beetje begonnen in het trainersvak hier bij Emmen. Bij de jeugdopleiding, na de stage die ik gelopen heb destijds hier bij de club bij Belofte Elftal. Bij Jan de Jonge. En trainer geweest van A-jeugd, B-jeugd. En daarna ben ik de amateurwereld ingedoken om hoofdtrainer te worden. En dat is geweest als eerste bij PH in Almelo. Gramsbergen, mijn eigen club waar ik op voetbalde. Daarna ben ik naar Kwik 20 geweest. En Germanicus. Nou, dat waren allemaal part-time functies voor mij. En dan werkte ik overdag nog gewoon als sportinstructeur. En vanaf dat moment ben ik betaald voetbal ingerold en getraind bij Heracles, Heerenveen, Willem II, Veendam, Budapest, Honved en Jiangsu, Senki en China. Nou, dat ik bij sportclub Lutte in de gemeente Hardenberg ben begonnen. Destijds, daar ben ik ook geboren en mijn vader was daar leider, trainer van een jeugdelftalletje en ik ben daar begonnen met voetballen in de E-pupillen destijds. En dat mocht je pas doen vanaf 8, maar ik deed een beetje stiekem al op mijn 7e mee. En, dat zijn zeg maar mijn eerste herinneringen. Goed, ik woon nog steeds in de omgeving in Hardenberg en spelers waar ik ooit mee begonnen ben, die kom ik ook nog wel eens tegen. Ja. Oeh, dat is een hele goeie. Ik denk, dan moet ik toch als eerste wel... De familie nu, mijn gezin, mijn vrouw, die vonden alles wel prima, maar die hebben wel altijd achter het voetballen gestaan. En dat ik een tweede baan had en dat ik daar veel tijd in stopte en dat ik cursussen ging doen. Dus ja, dat is wel heel belangrijk geweest. En als ik als speler kijk, dan is het gewoon alles wat in de jeugd gebeurt, is natuurlijk... dat begint met je ouders, die steunen je, dat je gaat voetballen en dan vind je het heel leuk. Dan krijg je ruimte om dingen te doen. En in de trainerij heb ik hier bij Emmen denk ik veel geleerd destijds van Jan de Jonge. Hè, die mij zeg maar de ruimte gaf om als coach te beginnen. En daarna ook echt het idee kreeg zelf van ik ga echt mezelf toeleggen op de trainerij, de voetballerij. En daar is de ontwikkeling zeg maar begonnen. Ja, en dan zijn er nog ontelbaar veel mensen geweest die ondertijd jou de kans hebben gegeven om ergens te trainen. Die jou gesteund hebben bij clubs. Maar ja, goed, dat zijn er gewoon te veel om op te noemen. Maar je hebt gewoon een paar keer de kans gehad om ergens te trainen. En jezelf te ontwikkelen en cursus te volgen. En ja, goed, als al die mensen nee hadden gezegd, was dit niet gelukt om trainer te worden uiteindelijk. Ja, nou ja, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk elke dag moet je maar genieten van het leven. Er zijn ook mensen ontvallen, denk ik, in de omgeving van een hele hoop mensen. En, je moet gewoon proberen ervan te genieten. En, elke keer dat je weer aangenomen wordt bij een nieuwe club, is dat een mooie dag. En soms heb je het geluk dat je een prijs wint. Met Germanicus word je kampioen. En dat was fantastisch om mee te maken. Maar goed, met Willem II degradeer je. Ja, en daar heb ik ook wel mooie dagen gekend. Ja, en een hoogtepunt sportief gezien is denk ik een halve finale spelen met Heracles in de KNVB-beker. Ja goed, en ik vind ook de aanstelling in China en dat jaar vond ik wel een hoogtepunt in mijn carrière. Een buitenlandse avontuur bij een grote club en een onbekend groot land. Dus ja, ik heb wel heel veel mooie dingen meegemaakt door het voetballen. Goed, ik heb zeg maar gewoon als belangstellende, toen ik zelf nog speelde in Coevorden, hier wel eens op de tribune gestaan bij MWKE en dat soort grote wedstrijden in hoofdklasse. Dus de oude Meerdijk met de heuvel eromheen en zo, dat ken ik nog. Nou, ja goed, en van het FCM, de ontwikkeling, dat is niet één moment wat ik mij herinner. Ik heb hier toen destijds als jeugdtrainer gewerkt, maar daarna hebben mijn jongens hier gevoetbald. Ik ben mezelf nog een keer interim hier geweest om wat over te nemen van Harry toen met een operatie. Dus er zijn heel veel momenten dat ik weer terugkeerde bij Emmen en al die momenten herinner ik me wel. Ik vond het wel heel mooi dat ik bij de selectie zat, of net voordat ik bij de selectie zat, die na-competitiewedstrijden hier. Dat zijn allemaal wel dingen waar ik me van FCM herinner. Het is wel een rode draad. Verschillende keren teruggekomen. Niet zo lang natuurlijk als de echte Emmenaren. Maar vanaf het moment dat ik hier jeugdtrainer ben geworden en door mijn stage voor de cursus.
Vanaf dat moment ben ik wel regelmatig weer terug geweest bij Emmen. En ook door de jongens heb ik hier een jaar of 7, 8 heel veel rondgelopen, zeg maar. Een persoonlijk doel niet echt, maar wel doelen als club en als team. Ik vind dat we met de eerste gewoon na competitie moeten spelen. Ja, en door mijn functie bij de jeugd vind ik ook dat ik met de A1 moet proberen te promoveren. Hoe moeilijk als dat soort dingen ook zijn, maar dat zijn wel de twee grote doelen voor dit seizoen. Voor een club is gewoon het eerste elftal het paradeplaatje. Daar moet ook uiteindelijk de blikken moeten daarop gericht zijn, zeg ik. En daarnaast moeten wij ondersteuners zijn om in de jeugd dingen te creëren voor de toekomst. Dat proberen we. Ik vind dat wij als team de kwaliteit van de complete selectie kunnen wij meespelen bij de bovenste 6, 7. Dan zou een play-off normaal gesproken haalbaar moeten zijn, maar we moeten niet in diepe dalen vervallen. Dat hebben we af en toe ook wel. We zijn nog niet stabiel genoeg om wedstrijden te controleren.